super, super, echt waar. Schone veren, goed schakelen achter de banen, echt. Ik ben er content van. Grote tevredenheid. Verbluffend mooi. Efficiëntie in het hart van de transmissie. De zuinigste. Het zijn maar enkele commentaren die de nieuwe T6 Dynamic Command typeren. Of je nu een landbouwer of een gebruiker van landbouwmachines bent, efficiëntie, duurzaamheid en gebruiksgemak staan in de bedrijfsvoering voorop. Daarbovenop levert het gebruik van deze trekker door het zuinig brandstofverbruik jaarlijks nog eens honderden euro's extra op. Voor Nieuw-Holland is de lancering van de nieuwe T6 Dynamic Command een evenement. Gedurende 3 weken trekken we met de Nieuw-Holland-caravaan doorheen Vlaanderen, Wallonië en Luxemburg om ons nieuw paradepaardje voor te stellen. Dat is de T6 Dynamic Command. De kick-off is niet toevallig in Lichtervelde, in het hart van West-Vlaanderen. Een schot in de roos. Ook op alle andere plaatsen van de roadshow door Vlaanderen, zoals op de Hooibeekhoeve in Geel, is de interesse groot. Het decor mag er ook zijn, in het sfeervolle avondlicht van de ondergaande zon. Iedereen wil het nieuwe pronkstuk eens van dichtbij zien. Wie zich voor dit evenement registreerde, krijgt bij ontvangst onder de gele boog van Nieuw-Holland een welkomstgeschenk. Zo'n productvoorstelling is ook het uitgelezen moment om bij de actualiteit stil te staan, wat bij te praten en te netwerken. Na een eerste koffie of biertje wordt de nieuwe T6 Dynamic Command gepresenteerd. De Dynamic Command is een versnellingsbak met een dubbele koppeling, wat zeer zacht schakelen mogelijk maakt en bijna traploos schakelen benadert. Het is een versnellingsbak met 3 groepen en elke groep telt 8 versnellingen. De groepen zijn zo ingericht dat ze overeenkomen met een bepaald type werk. Groep A, zwaarveldwerk. Groep B, lichtveldwerk. En groep C, transport. En je hoeft dus eigenlijk niet te gaan schakelen tussen groepen bij de werkzaamheden die je aan het uitvoeren bent. Wat ervoor zorgt dat we een heel efficiënte en heel zuinige transmissie hebben. En dat is ook bewezen door de DLG Powermix test waaraan we hebben deelgenomen in Duitsland. Daar zijn we uitgekomen als de meest zuinige trekker in het 4-cilinder trekker segment. De nieuwe T6 Dynamic Command biedt zo ook nieuwe functies voor productiviteit, gebaseerd op eenvoudige automatisering. Gecombineerd met die bijzondere transmissie krijgt de gebruiker een brede waaier aan technologische keuzemogelijkheden. Daarbovenop gaat veel aandacht naar de ergonomie van de bestuurder. Tot zover de theorie, nu de praktijk. 1 voor 1 schuiven geïnteresseerden aan voor een testrit. Medewerkers van Nieuw-Holland geven instructies en advies. En daarna is het tijd voor een eerste indruk. Hij schakelt heel soepel. Hij gaat van, u moet niks meer doen, u moet gewoon gas geven. En de rest gaat allemaal automatisch. Van de transmissie, pees dat we daar wel veel gaan van horen van die transmissie. Dat is de toekomst, pees ik wel. Dus voor u is dit een heel geslaagd model? Ja, denk het wel. Kijk, ik vind het een super trekker. Super. Als je in je zetel ziet thuis, ziet dat je er hetzelfde als in een tractor, zo gezegd. Een heel mooie machine. Het was in orde. Het was heel goed. Waarom precies? Kunt u wat meer details geven? Waarom was het... De schakeling was heel vloeiend. Perfect. Dus voor u een opsteker? Ja, ik ben hier gekocht, dus ja. Proficiat. Dank u wel. Een verzorgde barbecue maakt de voorstelling compleet. Ook hier is de Dynamic Command het gespreksonderwerp. Of hoe de recordbreker zuinigheid in zijn klasse met zijn nieuwe transmissie ook nieuwe maatstaven zet voor prestaties en verbruik. Je kan die zelf ontdekken bij een dealer in de buurt of surf naar www.nieuwholland.com.